They say terwijl Luka Nyonso dan a district Brokopondo kon de laatste tijden boomvoer in a Nyonso. En yeah. Desmana negatief. Negatief. Ja. Abunda Chuhala word dat aan. Dus desmaf grond tapu en sranang fotoja e achtdienst refi seipsa nanga Brokopondo. Ja. Ja toch? Ik go om tori vast u meer. Dan wil je dat die ondernemer kiezen vergunning voor kan bouwen, pompstation, lid in de buurt van Stuwmeer. Ja. Dan wil je beelden abra, wang bepaalde stof zijn gebruikt of middel zijn gebruikt in die mijnbouw. Wat kunt u Suriname en de wereld vertellen hedenochtend? Laten we beginnen bij dat vraagstuk van die vergunning. Ja. Wat heeft zich daar precies afgespeeld, DC? Nou, ten aanzien van de... laat me eerst groeten. Goedemorgen iedereen, luisteraars. Ten aanzien van de bouwwerkzaamheden op Afobaka. Het is hier allemaal zo begonnen dat een ondernemer zich heeft gevestigd. Tussen 2007 en 2010 moet dat zijn gebeurd hoor. Yeah. En hij is met toestemming schriftelijk van een kapitein van een dichtbijzijnde dorp, heeft hij zich daar gevestigd. En hij heeft een huis gekocht, aantal duizenden SRD's bij een ondernemer van Afobaka. En de Chinees heeft zich sindsdien daar gevestigd. En toen ik aantrad, had hij twee grote tanks langs het water. Ja, en hij heeft vergunningen om brandstof in vaten te verkopen. En hij heeft ook een vergunning om gascilinders en propaan te verkopen. Ja. En wij hebben, bij mijn aantreden was dat opmerkelijk, die twee tanks bij hoogwater, was het water bijna 10 centimeter verwijderd van die tanks. En toen had je niet eens zoveel, zoveel nieuws die eruit ging. Want ik heb het toen gemunt op een mogelijke lekkage. Ja. Ja, dat wanneer een lekkage zou optreden van dat het water vervuild zou worden. Ik heb toen met de politie dan die tanks laten verwijderen vandaar. En hij is gebracht naar een hoger gelegen plek waar hij nu ook huur betaalt voor dat stukje grond. Ja. Toen dat huis bouwvallig is geweest, van wat hij zelf heeft verteld hoor, was hij voorgenomen om zijn huis te verbouwen. Ja. En wij hebben hem gezegd van luister, wij zijn niet bevoegd. Om jou dan toestemming te geven om je huis te bouwen. Er is een daartoe bevoegde autoriteit waar naartoe je moet stappen. Die meneer is begonnen te verbouwen zonder enig toestemming. En OW heeft, laat me zien hoor, OW heeft de werkzaamheden gestopt in, op 11 mei. Nee, laat me zien. Ja. Ja, op 21 maart. In april 2022 heeft hij die stopzetting gehad van OWI. Ja. Ja. Maar hij had geen vergunning. April. Ja, geen vergunning. Op 11 april heeft hij dan die aanmaning gehad van OWI. Omdat hij bouwde zonder bouwvergunning. Welke in strijd was met de wettelijke regeling, houdende artikel 1 lid 1 sub A van de bouwwet van 1956. Ja. En hij is toen gestopt. En hij deed niets meer. Op 2 juni 2022 zijn de bestuursambtenaren er naartoe gegaan. En ze hebben hem weer een stopzetting aangezegd. Ja. Dus tot juni deed hij niets meer. Maar hebben de andere bestuursorganen u niet gevraagd om de zaak te onderzoeken? Want in feite moet de DC
ook advies uitgeven, toch? Ja, ja, dus ik kom eraan. Dus op 17 oktober vorig jaar heeft er een gezamenlijke operatie plaatsgehad tussen economische zaken, OW. En dan bouwde die meneer ook niet meer in oktober vorig jaar. Ja. Dus met zijn werkzaamheden zijn gestopt in april. In juni hebben wij een controle gedaan, hij bouwde niet. En in oktober, ja, dat tijdens die gezamenlijke operatie waarbij economische zaken OW, brandweer was erbij en bestuurders was ook erbij, was zijn werkzaamheden gestopt. In november 2022, ja, heb ik begrepen van dat onder begeleiding van de daartoe bevoegde autoriteit die meneer wegwijs is gemaakt en hij heeft een bouwtekening laten maken. Ja. En ook gekeurd gekregen. Ja. En daarna is hij bij ons gekomen tot 4 keren toe. En dus tijdens de 4e keer dat hij bij ons kwam, heb ik hem gezegd van luister, wij zijn niet bevoegd jou die toestemming te geven te bouwen. Wat ik jou kan geven is een principeverklaring waarin ik aangeef van dat ik geen moeite heb met jou. Ja, zeg maar, want je hebt al zoveel jaren daar je activiteiten gedaan, dus ik heb er geen moeite mee. Want voorheen, vanaf 2007 tot 2010 en tot 2020, was er niets gezegd. Ja. En dan kan ik jou dan niet stoppen of zeg maar dat je vandaar moet verhuizen. Want als burgervader is hij ook burger van Brokopondo en ook een ondernemer van dat gebied. Ja. En op grond daarvan hebben wij hem een principeverklaring gegeven, wegwijs gemaakt, van dat hij weer naar OW moet gaan, verwijzend naar de aanmaning van april 2022. Ja? Ja. Oké, dat is gebeurd. We hebben hem gestuurd naar OW weer. En nadat hij bij OW is gegaan, hebben wij in maart van dit jaar, ja, er is geen afschrift naar mij gestuurd hoor, maar dan heb ik begrepen van dat hij een toestemming voor opzetten van een winkelpand, annex woning, heeft gehad. Dus ja, hij heeft wel een toestemming gehad in maart dit jaar, ja, dat hij een winkelpand, annex woning mocht opzetten. Maar nadat ik zaken verder ben gaan verifiëren, is niet gebleken van dat hij bezig was een pompstation te bouwen. Ja, dus op zijn toestemming, ik heb dat document ook hier voor me, ja, die toestemming die hij heeft gehad in maart dit jaar, dat het toestemming is voor het opzetten van een winkelpand annex woning. Ja. En u weet, alvorens een bouwtekening wordt goedgekeurd, wordt onderzoek gedaan naar bodemgesteldheid, als de bodem geschikt is om een bepaalde type gebouw of woning daar neer te zetten. Dat is meer technische zaken hoor. Ja, ja. Aangaande de instantie die daarmee belast is. En ik neem aan van dat dit alles ja, goed is aanbevolen door die instantie. Daarom is die tekening goedgekeurd. En op die tekening welke is goedgekeurd, heb ik ook een stempel van brandweer gezien. Wil zeggen van dat ook een positieve aanbeveling van hun is. Ja, maar dus het is eigenlijk begonnen bij die principeverklaring van UDC. Want u heeft toen dan geen bezwaar aangetekend. Nou kijk, inderdaad, als de daartoe bevoegde autoriteit ja, die meneer heeft begeleid dat hij een tekening heeft gemaakt door een deskundige tekenaar, een bekende tekenaar, dat ze zich zijn komen oriënteren dat economische zaken in een gemengd team met OE, brandweer en bestuursdienst zijn gaan oriënteren op 17 oktober 2022. En dat er geen bezwaren zijn en dat de rapportages die ik ook heb gehad, ja, geen bezwaren zijn dat ik positief ben aanbevolen. Wil zeggen van dat ik, ja, dan die ondernemer, als hij dan
weer komt met een goedgekeurde tekening van OE, ja, met positieve aanbevelingen, van dat ik dat heb gebruikt om dan die principeverklaring te geven. Niet dat ik hem toestemming heb gegeven, maar ik heb hem terugverwezen naar OE, verwijzen. Ja. Omdat OE bewaarder is van de bouwwet, verwijzend naar de aanmaning, ja, die OE in april 2022 had gegeven. Ja, maar heeft het commissariaat adviezen opgevraagd of gevraagd aan de beheerder van die dam, Staatsolie? Want ik heb begrepen dat de bouwwerkzaamheden dicht bij die dam plaatsvinden. Nou, meneer Juwat, ik ben blij met deze vraag. De datum dat wij onze principeverklaring hebben gegeven, verwezen naar de bouwwet, ja, heb ik denk in diezelfde week een onderhoud gehad met de directeur van Staatsolie. Hij was hier bij mij op kantoor met een collega van hem. En zij hebben dan geen bezwaar getekend bij mij. Want de zaak gebeurt daar op Afobakka. Ik ben hier op Centrum. Ja. En stel dat er iets gebeurt, jouw buurman doet iets wat niet goed is en je gaat bij een autoriteit, dan zou je bezwaar moeten tekenen bij je autoriteit. Klopt. Ja, van dat er iets mis is daar. En dit verhaal is op verschillende momenten, op verschillende manieren naar buiten gebracht. Maar er zijn heel wat zaken die ook achteraf, die zich ook achteraf hebben gespeeld. Dus in die eerste week van januari dit jaar heb ik ook een gesprek gehad met de directeur van het bedrijf. Hij is tot bij mij op kantoor geweest. Maar gedurende dat gesprek heeft hij zijn bezwaren betreft de bouwwerkzaamheden op Afobakka niet naar voren gebracht. Ja. Maar wat zegt het protocol van het beheren van de dam? Zwart op wit heeft het bedrijf mij niet gegeven. Ik dacht juist dat bij mijn aantreden ik de Brokopondo overeenkomst onder ogen zou zien. Ja. Wij weten niet waar dat document is. Misschien is het ergens hier in een kluis. Maar het commissariaat beschikt niet over dat soort archief ten aanzien van de Brokopondo overeenkomst. We hebben niet hier over die dam. Er is ook niets vastgelegd ten aanzien van de regels die nageleefd moeten worden met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid van de dam. En nog erger weer, in april dit jaar zijn we allemaal opgeschrikt. Ja, met het verhaal van dat er een mogelijke dambreuk zou zijn opgetreden. Ja. Ik ben in die bewuste ochtend gebeld door een ondernemer van Afobakka, gezegd van DC, neem gelijk contact op met het bedrijf, want blijkbaar is er iets gebeurd. Oké, ik appte naar de directeur en de app die ik kreeg, daarin heb ik gelezen in die app die ik kreeg hoor van SPCS, ja, helemaal onderaan is dat de integriteit van de dam voor 100% gegarandeerd is. Ja. En dat werd bevestigd door de reguliere monitoringen van SPCS. En dan waren die bouwwerkzaamheden van die meneer al stopgezet. Ja, die meneer bouwde dan niet meer door. En als het zo, erg was, zou het ook meegenomen worden in het antwoord aan mij toen ik vroeg hoe het staat met de integriteit van de dam. Zou het dan aan mij bekendgemaakt van DC? Nee. Die mogelijke afkalving bij de onderhoudsweg van die dam. Dat veroorzaakt is geworden door de bouwwerkzaamheden. Ja. Een bouwdeskundige heeft me gezegd van DC, het gaat om trillingen die ontstaan zouden kunnen worden, die voor scheuringen zouden kunnen zorgen. Ja. En die ondernemer is begeleid door deskundigen, die bouwdeskundigen, en hij heeft geen palen geheid. En andere zaken die zich ook op Afobakka decennia lang hebben voorgedaan, zijn de zware transporten van houtblokken die wel zorgen voor trillingen. En ook de zware transporten van grind, trucks met grind, die ook dicht bij de stuwdam langs gaan. Ja, maar wat is de stand van zaken nu?
Dat betrekking nou, de bouwwerkzaamheden zijn gestopt. Voor recent heb ik weer een schrijver gezien. Ik heb geen afschrift gehad hoor van OW weer. Dus al de schrijven van OW, de enige die ik toen heb gehad, was de eerste aanmaning. Dus dat heb ik wel onder ogen gezien. Omdat het via iemand naar mij toe is gestuurd. Dus daardoor ben ik wel op de hoogte geweest. Maar van de toestemming, ik heb geen afschrift gehad. Van de laatste stopzetting van mei, 11 mei, jongsleden, heb ik ook geen afschrift gehad, maar van andere kanalen heb ik het wel gehad. Ja, oké, okay, Daisy, dit stuk is duidelijk. En het andere deel, cyanide in ja, uw district. Mag ik wat zeggen ten aanzien van dat van de onregelmatigheden op Afobaka? Ja. Er is op 12 april jongsleden een schrijver gericht naar de directeur van Staatsolie. Ja. Door ondernemers van Afobaka. En die ondernemers, ik ben hier als burgervader. Ja. En zij hebben hun schrijven niet rechtstreeks naar mij gericht. Zij hebben het gericht naar de directeur van Staatsolie. Ja. Want ze zijn bezorgd omtrent de werkzaamheden, de bouwwerkzaamheden. Dus hier in hun brief hebben ze aangehaald van dat die meneer een pompstation opbouwen. Ja. En ik druk u op het hart, meneer Hiwat, om ook met economische zaken na te trekken. Als ze een vergunning hebben gegeven aan die meneer om een pompstation te draaien. Ja. Ja, u kunt zelf uw onderzoek gaan doen. En dus de directeur heeft die brief naar mij gemaild. Ja. Op 3 mei. En daarvoor, ik sprak over het geval van april, van de verstakkingen in die onderhoudsweg bij de dam. En de directeur heeft die brief naar mij gemaild. Maar niet een brief van hemzelf getekend, waarin de directeur van Staatsolie zijn bezorgdheid uit aan mij als DC. Ja. Maar hij is gewoon die brief die ondernemers aan hem hebben gestuurd, heeft hij aan mij doorgestuurd. Zonder dat hij zelf zijn bezorgdheid uit. Ja. Ja? En ik heb gezeten met een paar van mijn stafleden. Ze hebben gezegd van DC, wat je moet doen, roep een vergadering bijeen. En dan nodig je Staatsolie uit. En dan nodig je ook de ondernemers uit. Wij hebben maandag jongsleden die vergadering gehad. Ja. En we hebben het bedrijf uitgenodigd. En we hebben ook die ondernemers uitgenodigd. Maar die ondernemers zijn niet komen opdagen. We hadden de Chinees ook uitgenodigd hoor. Ja. En Staatsolie is ook niet komen opdagen. Ik heb een mail van ze gehad, waarin werd aangegeven dat ze onze uitnodiging hebben gehad ten aanzien van de onregelmatigheden die zich voordoen. En ik ga voorlezen wat staat in die mail hoor. Ja. Echter willen wij aangeven niet aanwezig te zullen zijn bij die bespreking. Mocht u voor deze bespreking informatie nodig hebben, dan zien wij graag uw specifiek verzoek schriftelijk tegemoet. Hopen u hiermee te hebben geïnformeerd. Wel, over technische zaken van de dam kan de DC niet praten. Ja, dat is Staatsolie. Daarom heb ik die uitnodiging gestuurd naar de directeur. Maar als in hun mail aan mij wordt gezegd van dat ik, als ik informatie nodig heb, dat ik dat moet opvragen, wil zeggen van dat het bedrijf hun verantwoordelijkheid en hun aansprakelijkheid op mijn bord willen leggen. Ja, want technisch ja. Is het niet de DC die de veiligheid van de dam moet waarborgen. En ik vind het zeer, zeer niet op zijn plaats. Ja. Als de verantwoordelijkheid is overgedragen door Suralco aan onze trots, onze nationale trots, die als slogan heeft vertrouwen in eigen kunnen. Ja. En als het erop aankomt om de veiligheid van de dam te waarborgen, dat het telkens wordt proberen goed te praten. Want dat heb ik ook gevolgd tijdens de verstakkingen in de onderhoudsweg.
zijn zaken goed gepraat. Terwijl mensen bezorgd zijn. Als DC ben ik ook bezorgd. En als ik vraag hoe het staat met de veiligheid van de dam, ik gewoon in een app kreeg van dat de integriteit van de dam voor 100% is gegarandeerd. Dan vraag ik mezelf af, waarom dan zoveel ophef? Ja, het bedrijf moet dan concreet naar buiten komen met de regels, zwart op wit, en geef het aan de DC. Van DC, kijk, dit zijn de regels, zwart op wit. Kan je ons helpen met de handhaving? Dan weet ik wel van dat wij als bestuursdienst van Brokopondo wel goed van onze taak zullen kwijten ten aanzien van waarborging van de veiligheid van de dam. Ja, ja. Nee, dat is heel duidelijk, DC. DC, ontakken trappen story toe, maar een jure go en ik heb nog twee gasten. Dus ja. Een atori voor cyanide. Wat kunt u ons vertellen? Want ook het groot opperhoofd maakt zich zorgen. Oké, goed. Meneer Hiwat, we kennen Suriname allemaal. Dit is het juiste moment. En ik denk van dat het mede te danken is aan mijn manier van werken. Ik heb doorgegeven in vergaderingen in de gemeenschappen van dat het volk moet praten. Ja. Omdat we leven in een democratisch land. En ik laat het volk praten. En ook instanties. Ik heb zelf gezegd van als er wat is, kunnen jullie altijd naar de pers stappen. Ja. En dat van cyanide, het werken met dit middel in Brokopondo, is niet iets van nu. Ja. Het lijkt erop alsof het iets is van eergisteren, maar het is iets van bijkans 10 jaar terug, maar niemand durfde erover te praten. Ja. Nu de mensen de ruimte hebben om erover te praten, zie je van dat ze nu wel durven om erover te praten. En het is goed, want alleen met alerte burgers ga je dan verandering brengen. Ja? Wat ik hiermee bedoel te zeggen is, dat bestuursdienst in november vorig jaar een tip heeft gehad te boven Sarah Creek. Misschien heeft u die foto ook gezien waar je bestuursambtenaren ziet. Helemaal. Het was een missie van ons. Ja. En na dat onderzoek van ons hebben we monsters genomen van dat middel. En we hebben het gestuurd naar de lab. En het was positief getest op cyanide. We hebben de zaak terstond overgedragen aan de politie die ook hun onderzoek heeft gedaan. En in november vorig jaar, na die operatie, hebben wij gelijk geschreven naar instanties in Paramaribo. En een van die instanties die zeker contact heeft opgenomen is het ministerie van ROM. En we hebben vanaf toen in contact gebleven, totdat er dit jaar de minister ad interim op bezoek is geweest in Brokopondo. En we hebben hem begeleid naar bepaalde plekken waar hij zelf heeft gezien hoe het systeem werkt. Wat ik hierbij wil zeggen is dat indien dit middel zo schadelijk is, zou ik graag wensen van dat de import ervan wordt stopgezet onmiddellijk. Ja. En dat ook de doorvoer naar Brokopondo wordt stopgezet. Want ik heb altijd geklaagd of gezegd van dat ik bezorgd ben ten aanzien van de kleinschalige mijnbouw die tot nu toe niet geordend kan worden. En ja, als de kleinschalige mijnbouw dit systeem van werken normaal acht, dan is het niet goed. Dus dat is mijn standpunt. Okay. Ten aanzien van dat hele gebeuren van cyanide in het district. Nu, als de import niet wordt gestopt, en als de doorvoer naar Brokopondo niet wordt gestopt, ga je dit soort gevallen hebben. Oké, DC. DC, bedankt voor uw uitleg vanmorgen in Mama Tentaki. En na een uitleg voor DC, dan onderzeker dat gemeenschap jere en kon begrijp sa epsa na in uw district. Bedankt nogmaals en succes met uw werk. Oké, dank u wel. Yes. Dat was DC Ludwig Mendelzoon van Brokopondo. Hij heeft verteld hoe het is gegaan met betrekking tot de bouwvergunning
van een ondernemer die daar vlakbij de dam een gebouw opzet. En het geval met betrekking tot Sia Nide.